Welkom lieve mensen bij een nieuwe aflevering van Ontspan met Jan. Struggle jij om geld te verdienen in Fishing Planet bij level 30 of hoger? Dan is deze video voor jou. Eerder hebben we een video gedropt over Emerald Lake, maar dit keer zetten we een tandje bij. Maar voordat we verder gaan wil ik jullie vragen om alvast deze video te liken en te abonneren op mijn kanaal. En dan gaan we nu verder. Let's go! Nou, de plek waar we nu naartoe gaan heet Saint-Croix Lake. Oftewel straattaal Saint-Croix Lake. Nou, we gaan dus vissen op Saint-Croix Lake. Ik ga jullie eerst laten zien wat we daarvoor nodig hebben. Waar we mee aan de slag gaan zijn feederhengels en eventueel een werphengel. Maar dat is niet per se nodig, want we gaan bikkelen aan het water. Zoals je kunt zien, twee feederhengels. Ik gebruik de Big Alley 450, tweemaal. En het belangrijkste hieraan is dat we gaan vissen met shiners. Ze moeten ongeveer een vis kunnen dragen van gemiddeld 5 tot 6 kilo. Dus dat is het belangrijkste om te weten. Dus alarmbelletje erop, shiners. Ik gebruik als haak de haak 2.0. En een titanenleider van 0,18 mm. Ik gebruik gevlochten lijn 0,15 mm. En de Feeder Forcer 6000. Nou, je kan ook een iets duurdere hengel pakken, maar die hebben we op dit moment niet. Nou, ik heb op dit moment geen andere molens, dus hier gaan we het mee doen. Want het doel van deze video is dus geld verdienen. Nou, en dat gaan we ook doen. Tevens is het ook een hele goede plek om XP te verdienen. We gaan niet alleen geld verdienen, maar ook tegelijkertijd XP. Heel belangrijk. De kosten van vergunning zijn 4000 en de reiskosten zijn 9800. Dus je hebt sowieso al 13800 nodig om naar deze plek toe te reizen. Maar als je op dit level zit, dan verwacht ik wel dat je wel iets hebt kunnen sparen. Anders doe je het net als mij helemaal verkeerd. Heel belangrijk om nog te vermelden is dat je genoeg shiners bij je hebt. Ik heb er 200 bij. Dat moet voldoende zijn. We willen hier naar deze plek toe lopen. Denk daar, je kunt geen boot gebruiken. Nou, we maken even een clubruimte aan. Als mensen uit de club willen joinen, dan kunnen ze dat doen. Nou, waar wij naartoe gaan, ik zal even de map erbij pakken. Precies hier op het punt. Daar gaan we nu eerst naartoe lopen. Zorg in ieder geval ook dat je een standaard hebt die je mee kunt nemen, zodat je feederhengels ook kunt plaatsen. Nou, hier zijn we aangekomen op de plek waar we willen gaan vissen. Wat heel belangrijk is, is dat lelies hiervoor, net voor deze lelies hier in het water, hier gaan we vissen. Dus we gaan eerst onze standaard neerzetten. Die zetten we hiervoor neer. Wat ook nog heel belangrijk is om te vermelden, zorg dat je een groot genoeg leefnet bij je hebt. Nou, laten we ingooien. De eerste gooien we hiervoor. Dat is echt precies net voor de leliebladeren hier. Deze gooien we hiervoor. En wat we willen doen qua tijd is zoveel mogelijk pieken gaan vissen. Nou, nu is het eigenlijk gewoon een kwestie van wachten, geduld hebben. Nou, kijk, het heeft niet lang geduurd voordat we al beet hebben. Dat is de eerste. Nou, de hengel is in ieder geval sterk genoeg. Nou, als ik de slip nu helemaal dichtgooi, dan zie je dat ik wat aan houdbaarheid ga inleveren. Nou, jullie kunnen zien, dit is eigenlijk een normale, dus geen trofee. Maar hij levert al op 114 XP en $563. Nou, deze gooien we snel terug, want we hebben alweer beet. Nou, deze gaan we ook aanslaan en binnenhalen. Dit is echt een kleine snoek, maar hij levert wel $410 op en 83 XP. Maar we zijn natuurlijk op zoek naar die trofeeën. Dit kun je eigenlijk net zo lang doen totdat je level 34 ongeveer bent. En we hebben beet. A few moments later. Dan gaan we hem eindelijk binnenhalen. Nou, en zien jullie, dit is een trofee. Een trofee noordelijke snoek van 6 kilo, $1000. En 292 XP. Nou, de aanbieding is altijd zwaar. Nou, dit is een hele zware, hoor. Oké, hij is iets lichter dan de ander zelfs. Hij is 5,5 kilo. Bijna $1000, maar wel 254 XP. Dat zijn natuurlijk hele mooie cijfers. Met een iets sterkere molen en een iets sterkere onderlijn haal je ze gemakkelijk binnen.
Dus dit is de perfecte combi om XP en geld te verdienen. Vond je dit een leuke video? Laat het me weten in de comments. Wil jij onze Discord server joinen? Check dan de link in de beschrijving hier beneden. Ik stream elke week maandag, woensdag en vrijdag vanaf 9 uur. Lijkt het je leuk om daarbij te zijn? Abonneer dan zeker op mijn kanaal en hopelijk zie ik je bij een van mijn livestreams en anders in de volgende video. Peace!